Kapitein Sylvester Aboikuni, die de Samaka-diaspora in Nederland vertegenwoordigt, stelt dat de Samaka-gemeenschap nog veel ruis kent binnen haar leiderschap. Dit zei hij gisteren bij de viering van 260 jaar Samaka-Daka te Pokigrong. De traditionele gezagsdrager zegt dat deze gemeenschap veel uitdagingen kent. Volgens Aboikuni is het nu de hoogste tijd dat er vanuit de Samaka-diaspora verandering wordt gebracht in de situatie van de Samaka-gemeenschap en dat de uitdagingen gezamenlijk worden aangegaan. Wat we willen laten zien is ook dat de diaspora de Gama steunt, de Lio zoals we dat zeggen. En er is heel veel ruis rondom ons leiderschap en daar willen we een punt achter zetten. En dat is ook de bedoeling van vandaag. We willen eenheid uitstralen. We moeten samen de problemen van het gebied aanpakken. En dat is ook een missie van ons als diaspora. Van jongens, we wonen in zo'n prachtig gebied. We zijn zulke mooie mensen. En laten we dan samen ons gebied gaan opbouwen. En natuurlijk, wat je ziet, de Samaka op de kaart zetten, op de wereldkaart zetten wat mij betreft. Want Suriname vindt dat is ook goed, maar we moeten verder. Aboikuni merkt verder op dat gebleken is dat er grote behoefte is aan de ontwikkeling van onderwijs, wetenschap en cultuur in de Samaka-gebieden. Iwan Weyga, de voorzitter van de Federatie voor Afrikaanse Ranamang, zegt dat deze gemeenschap een deel is van de geschiedenis welke niet mag worden vergeten. We zijn bezig de geschiedenis te herschrijven. Alles wat te maken heeft met onze geschiedenis, die in feite weinig aan gedaan is. En als er wat gedaan is, is het verminkt. Alles wat nou gedaan wordt en een beetje diepte en breedte heeft, is goed. Is in belang van ons. Het zal ons goed doen. Het zal ons dichter bij elkaar brengen. Het zal ons meer inzicht geven in wat we zijn. Het zal meer te maken hebben, je zal meer weten van je wortels. Want als je je geschiedenis niet kent, ben je echt als een boom zonder wortels. Weygaarde stelt dat alle ontwikkelingen een positieve en een negatieve zijde hebben. Volgens hem moet de betekenis van Samaka-Daka ook vanuit een kritisch oogpunt worden bekeken. Daaruit zal moeten blijken waar er zo nodig verandering in moet komen om de groep verder te ontwikkelen.